in de trouwringfabriek August Gerstner in de gouden stad Pforzheim worden de ringen voor het leven gemaakt. En wel sinds 1862. De zesde generatie van dezelfde familie werkte sindsdien aan smaakvol ontworpen trouwringen te maken. In de beste kwaliteit die bereikt kan worden met de nieuwste technologieën. Voor deze fabrikage worden fijn goud, fijn zilver en edele metalen genomen voor de beste legeringen. Naar eigen geheim recept. Ontwikkeld in meer dan 150 jaar ervaring. Legeren is het procedé waarin de diverse metalen samengesmolten worden bij een temperatuur van meer dan 1000 graden. De smelter moet er goed op letten dat de bestanddelen van de legering in de smeltkroes goed verdeeld zijn. Inductieverhitting zorgt ervoor dat het vloeibare goud doorlopend circuleert. De goed gemengde en vloeibare goudlegering wordt gelijkmatig in een vorm gegoten en koelt hierin af. Deze goudstaaf is het uitgangsmateriaal voor de toekomstige trouwringen. Het goud wordt voor een betere uitharding afgelest en in de vlam gedoogd. Na het harden van de ontstaande goudstaaf wordt deze op de gewenste maat gewalst. Daardoor stijgt nogmaals de hardheid van de legering. Kleine insluitsels die bij het gieten ontstaan worden door dit proces verwijderd. Dit is een kenmerk voor de hoogste kwaliteit van Huize Gerstner. Uit dit door en door massieve, gesmede goud worden de basisringen gestanst. Het rekken van deze ringen zorgt voor de maximale hardheid van het goud. De juiste maat voor iedere bestelling, voor ieder bruidspaar dus anders, wordt nu bereikt. Best moeilijk, want het goud is nu al echt hard. Veel harder dan een gegoten gouden ring, en dat moet ook, wil de ring een leven lang houdbaar zijn. Zoals van een Gerstner-ring verwacht wordt. Op de draaibank komt de gewenste ringbreedte, hoogte, net zoals de uiteindelijke ringvorm van de scheen tot stand. Alle goudresten en stof worden iedere dag verzameld en tot een metaalblok samengesmolten. Het fijn goud erin wordt gerecycled. Door de nieuwste lasertechniek kunnen ringen gemaakt worden met een buitengewoon driedimensionaal oppervlakteontwerp. Een sterke verbinding van meerkleurige gouden ringen wordt door de sintertechniek bereikt. Hierbij worden de ringen onder hoge druk en extreme hitte in een vacuüm op elkaar samengeperst, waarbij de twee schijven met elkaar versmelten. Licht voorgefixeerd komen de ringen in een kleien kroes. De machine drukt de twee ringdelen samen vast. Bij ongeveer 800 graden smelten de beide goudkleuren samen. Het procedé duurt ongeveer 10 minuten. Het loont zich omdat de ringen nooit meer van elkaar mogen breken. Daarom worden de ringen niet gesoldeerd, maar met elkaar versmolten. Een belangrijk teken als het gaat om de hoge kwaliteit in Huize Gerstner. Een meester goudsmid zorgt voor de fijne afwerking, zodat uw ring jarenlang aangenaam in de draag is.
damesringen kunnen met meerdere diamanten met een briljant slijpsel worden versierd. Om de perfecte plaats van de steen vast te stellen, maakt men gebruik van de modernste CNC-technologie, die het frezen en de exacte boring voor de briljantpositie voorbereidt. De juwelenzetter fixeert de briljanten in de voorbereide zetting. Gerstner verwerkt uitsluitend diamanten van beste kwaliteit en er wordt secuur gelet op de Verenigde Naties resolutie voor faire en gelegitimeerde diamanthandel. Door de uiterst precieze technieken en het werken met een microscoop wordt ook bij het zetten de hoogste kwaliteit bereikt. De laatste stap in het arbeidsproces is het polijsten. De ervaren polisseuses geven de trouwringen een onderscheidende glans. Verschillende controles zijn noodzakelijk om de hoge kwaliteitsstandaard van trouwringfabrikant August Gerstner te kunnen waarborgen. Zorgvuldig wordt het vervaardigde ringpaar klaargemaakt voor verzending. Na de laatste controle worden de ringen verpakt. Tevens wordt er een kwaliteitspas meegeleverd. Wij wensen u veel plezier met uw ringen voor het leven. August Gerstner, de ring voor het leven.